We gaan beginnen. Ja, de vorsterij mag ook. Welkom. Nog één keer gaat de deur open en dan gaan we echt beginnen. Ja, welkom allemaal bij de persconferentie van de analyses van de verkiezingsprogramma's door het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving. En ook welkom aan de mensen die vanuit huis of kantoor online meekijken. Mijn naam is Laura Westendorp en ik ben woordvoerder van het PBL en ik modereer vandaag deze persconferentie. Zometeen gaan we eerst luisteren naar de hoofdpunten uit de analyses van de verkiezingsprogramma's van CPB en PBL. Pieter Hazekamp, directeur Centraal Planbureau, trapt af met keuzes in kaart, gevolgd door Marco Hekkert, directeur Planbureau voor de Leefomgeving, met de analyse Leefomgevingseffecten verkiezingsprogramma. Daarna is er gelegenheid voor het stellen van vragen door journalisten hier uit de zaal. Dat duurt het ongeveer 11:30. En dan wil ik graag nu het eerste woord geven aan Pieter. Goedemorgen allemaal. Ja, de 11e editie van Keuzes in Kaart. Dit keer met 8 partijen. Bijzondere editie, omdat de aanlooptijd wat korter was dan velen hadden verwacht en gehoopt. Dus er moest rond de zomer snel geschakeld worden. Des te groter het compliment aan de partijen die het voor elkaar hebben gekregen om hun plannen aan te leveren en verder uit te werken. Daarvan ook 2 nieuwe partijen, JA21 en Volt, die voor de eerste keer meedoen in de doorrekening bij ons. En daarnaast een aantal partijen die u al eerder hebt gezien, waarvan GroenLinks en PvdA dit keer gezamenlijk meedoen. Dus bij elkaar ten opzichte van de vorige keer per saldo 1 partij minder. Dat valt dan misschien nog mee. Dus veel complimenten aan die partijen, ook aan de medewerkers van het CPB, waar weer ontzettend hard is gewerkt om die analyses in een heel grondig proces tot een goed eind te brengen. We doen dit toch goed om nog eventjes te benoemen op verzoek van politieke partijen om plannen concreet te maken en daarmee ook vergelijkbaar. Dat is denk ik het eerste wat we beogen met deze analyse. Het tweede is dat we ook de budgettaire en economische effecten in beeld brengen en daarmee ook afruilen laten zien. We hebben dit keer vanwege de tijd geen lange termijn effecten laten zien. Deze analyse gaat tot en met de komende kabinetsperiode, 2028. Maar waar relevant hebben we wel kwalitatief soms doorwerkingen voor de langere termijn geduid in de teksten. Wat zien we dan? Ik ga zo uiteraard veel cijfers laten zien, maar misschien eerst een paar highlights. Nou, er valt zoals gebruikelijk wat te kiezen. Partijen zijn erin geslaagd om gevarieerde pakketten aan te leveren met duidelijke keuzes en soms ook grote stelselwijzigingen. Wat we hier presenteren vandaag is nadrukkelijk geen stemadvies, het is ook geen wedstrijd, maar dit zegt iets over de economische en budgettaire gevolgen van keuzes van politieke partijen. Hoe dat uiteindelijk gewaardeerd wordt, is aan de kiezer. Er is ook meer dan economie, zeg ik er gelijk bij. En dat krijgt u natuurlijk zo meteen ook al te zien in de analyse van het PBL.
En het is misschien goed om er ook op te wijzen dat ook ons andere zusterplanbureau, het SCP, afgelopen maandag ook een analyse heeft gepubliceerd van 10 partijen die meedoen aan de verkiezingen. Voordat we naar de cijfers gaan, misschien toch even een paar thema's aanstippen die we terug zien komen in plannen van heel veel partijen. Ik denk wat echt opvalt deze keer is de aandacht voor bestaanszekerheid, voor koopkracht en armoede. Waar veel maatregelen, eigenlijk alle partijen nemen daar naar maatregelen, hervormingen in de sociale zekerheid, toeslagen die al dan niet worden afgeschaft of aangepast, verhoging van het minimumloon, daaraan gekoppeld uitkeringen. Dus er vindt veel beleid plaats gericht op koopkracht en ondersteuning van met name lagere inkomens. Daarnaast is, net als in het politieke debat, ook de woningmarkt, volkshuisvesting, een thema in de plannen. Een aantal partijen bouwt bijvoorbeeld de hypotheekrenteaftrek af. Er zijn ook maatregelen gericht op huur en op woningcoöperaties. Migratie komt in veel beleidsvoornemens terug. In verschillende vormen. Sommige partijen willen de asielinstroom beperken. Andere partijen zetten in op beperking van arbeidsmigratie en ook studiemigratie, bijvoorbeeld door het verplichten van Nederlands in de bachelorsfase, komt langs in de plannen. En tenslotte klimaat, daar hebben wij natuurlijk maar gedeeltelijk naar gekeken, namelijk alleen naar de maatregelen die via de begroting lopen, dus via de uitgaven of de inkomstenkant, zien we veel terugkomen, bijvoorbeeld met allerlei beprijzingsmaatregelen. Maar PBL gaat er zo meteen nog veel meer over zeggen, want er is ook nog een normeringskant. Er zijn ook allerlei maatregelen die niet in de CPB-doorrekening zitten. Dan gaan we naar de cijfers. Goed om te beginnen toch even met het basispad. En dat komt verder ook terug in onze analyse. Alle analyses die wij doen gaan uit van het basispad, de ontwikkeling van de economie en van de begroting bij ongewijzigd beleid tot en met 2028. En dat is steeds in reële termen, dus in prijzen van 2024, gecorrigeerd voor inflatie. Hier ziet u voor de overheidsuitgaven dat bij ongewijzigd beleid de overheidsuitgaven de komende kabinetsperiode met 40 miljard toenemen. Dat is best fors. Daar zit bijvoorbeeld in 14 miljard extra aan sociale zekerheid, hè, door onder andere vergrijzing, door hogere lonen waar ook weer uitkeringen aan zijn gekoppeld. Daarnaast neemt de zorg ook behoorlijk toe met 13 miljard, defensie met 5,5 miljard en openbaar bestuur met 4 miljard. Dus u kunt het allemaal nalezen uiteraard ook in onze eerdere publicaties. Want dit is het basispad, denk ik, goed om te benadrukken zoals dat is vastgesteld in augustus bij de presentatie van de concept macro-economische verkenning. Daarna is er natuurlijk nog steeds ontwikkeling geweest. Hè. We hebben een miljoenennota gehad met daarin plannen van het huidige kabinet. Daarnaast nog een begrotingsbehandeling waarin die plannen ook weer deels gewijzigd zijn. Dat zit niet in dat basispad. Dat is goed om te benadrukken. Partijen konden ervoor kiezen om die maatregelen al dan niet over te nemen. Veel partijen hebben dat in ieder geval deels gedaan, maar goed om te benadrukken dat wij dus steeds vergelijken ten opzichte van de stand van augustus, de stand CMF, zoals dat bij ons heet. Ja, wat gebeurt er dan ten opzichte van dat basispad? We zien dat veel partijen, in ieder geval bij alle partijen lopen, inclusief dat basispad, de overheidsuitgaven op. En een aantal partijen doet ten opzichte van dat basispad ook nog een schepje of soms een behoorlijke schep er extra bovenop. De uitzondering hier is denk ik de VVD, waar we ten opzichte van het basispad een ombuiging zien. We zien aan de andere kant een uitschieter bij Volt. En goed om te benadrukken, dit moet je eigenlijk, zeker voor die partij, zien in samenhang met de inkomstenkant. Want Volt voert een inkomensonafhankelijke basistoelage in, een huishoudtoelage. En dat heeft eigenlijk een pendant aan de lastenkant, waardoor veel lastenmaatregelen eigenlijk
overbodig worden en afgeschaft worden. Dus dat zullen we straks zien, ook aan de lastenkant, de tegenhanger daarvan. Maar daardoor is hier duidelijk een forse uitgavenstijging te zien. Het viel niet mee om dit allemaal netjes in één grafiek te krijgen. Maar we hebben dit keer voor gekozen om niet buiten de kantlijn te laten lopen. Nou, hier zitten natuurlijk grote verschillen onder. Die kunt u allemaal in de publicatie nalezen. Een overeenkomst is denk ik dat alle partijen extra geld reserveren voor defensie. Iedereen intensiveert daar ook ten opzichte nog van dat basispad waar al een behoorlijke stijging van 5,5 miljard in zit. Dus dat minimaal 2 miljard erbij voor alle partijen. En op andere terreinen zie je natuurlijk juist grote verschillen. Dat is geld voor de sociale zekerheid die ik al heb genoemd. Maar dat geldt bijvoorbeeld ook voor ontwikkelingssamenwerking waar sommige partijen op ombuigen en andere partijen juist extra geld voor reserveren. Dus er zijn zowel, zoals altijd, overeenkomsten als verschillen. Ja, dan de inkomstenkant. Daar is het basispad wat minder spectaculair. Een toename van bijna 7 miljard. Dat zit vooral bij gezinnen en vooral bij zorgpremies, hè, die doorstijgen bij ongewijzigd beleid. Ja, ten opzichte van dat beeld zie je dat per saldo nog steeds bij alle partijen er een lastenverzwaring is in de komende kabinetsperiode. Maar dat ook hier behoorlijk verschillende keuzes gemaakt worden. Sommige partijen verlichten ten opzichte van dat basispad waar die stijging in zit. En andere partijen kiezen juist voor lastenverzwaringen. En uiteraard zitten daar, en daar kom ik zo nog over te spreken, natuurlijk ook weer keuzes in van waar komen die lastenverzwaringen dan terecht. Is dat bedrijven of gezinnen? Is dat de lasten op vermogen of de lasten op arbeid? Daar worden uiteraard hele verschillende keuzes in gemaakt. En ook binnen bijvoorbeeld de lasten op burgers kan je natuurlijk kiezen, ontzie je de lagere inkomens en laat je het vooral neerslaan bij de hogere inkomens of maak je andere keuzes. En die worden allemaal gemaakt, die keuzes. Goed om even in te zoomen inderdaad op een aantal van die categorieën. De lasten op inkomen en arbeid. Daar zie je toch wel duidelijke verschillen in de keuzes die gemaakt worden. Sommige partijen kiezen echt voor het substantieel verlagen van die lasten. En hier zitten allerlei maatregelen onder. Hè. Dat gaat van inkomensafhankelijke heffingskortingen, van tarieven, hele nieuwe fiscale stelsels die sommige partijen introduceren. En ook in de aftrekposten, zoals de hypotheekrente, ik noemde net al, verandert veel bij een aantal partijen. Dus hier liggen duidelijke verschillen en hier worden ook duidelijke keuzes in gemaakt. Dan de lasten op vermogen en winst. Dan moet u denken aan maatregelen als vermogensbelasting of vermogensrendementsheffing, waar een aantal partijen voor kiest. De winstbelasting die door een aantal partijen wordt verhoogd. Hier zie je denk ik duidelijke verschillen terugkomen afhankelijk van politieke keuzes, waarbij de meeste partijen kiezen om vermogen zwaarder te belasten ten opzichte van de huidige situatie. En ook ten opzichte van dat basispad, het kleine blauwe balkje naar links, waar een kleine afname van die lasten in zat. Ten slotte, als we kijken naar de lastenkant, de lasten op klimaat en milieu. Eigenlijk kiezen bijna alle partijen hier voor een lastenverhoging. En nogmaals, dit is ten opzichte van het basispad zoals dat al gold. Dus er zaten natuurlijk al plannen in van het huidige kabinet om een aantal zaken zwaarder te belasten. Maar hier komt van alles bij in de plannen. Een vrachtwagenheffing, de kilometerheffing betalen naar gebruik, verhoging van de vliegbelasting in allerlei vormen, plasticheffing, afvalstoffenheffing en allerlei maatregelen in de structuur van de energiebelasting. Dus een heel breed palet, misschien dat het PBL er zo meteen ook nog iets over gaat zeggen, maar waarbij de gemene deler wel is dat veel partijen hier wel kiezen voor een intensivering van die lasten, maar met duidelijke verschillen. Ja, als we de uitgaven en de lasten hebben gehad, dan komen we bij het begrotingssaldo. Dat is niet het simpele
aftrekken van de mutaties in beide posten. Want hier zit ook de macro-economische doorwerking in. Het BBP, het nationaal inkomen, verandert natuurlijk ook door de maatregelen zelf. Nou, hier zou je kunnen zeggen, ten opzichte van het toch behoorlijk expansieve begrotingsbeleid van het huidige kabinet, wat nog doorwerkt, hè, u zag die stijging van 40 miljard in de uitgaven, is hier sprake van een, zou je kunnen zeggen, voorzichtige koerscorrectie. Dus veel partijen kiezen ervoor om het tekort toch iets terug te brengen ten opzichte van wat het anders geweest zou zijn. Hè. 3,6% EMU-tekort in 2028 is waar wij in het basispad van uitgaan. En de meeste partijen kiezen ervoor om toch, zal ik maar zeggen, in de buurt van de Brusselse norm van 3% of iets daaronder uit te komen. Maar u ziet het, daar zijn ook uitzonderingen op mogelijk. Hier is wel goed om te zeggen dat we het hier hebben over het saldo in 2028, dus aan het eind van de kabinetsperiode. We zeggen hier en daar iets over de doorwerking van maatregelen. Want er zijn bijvoorbeeld maatregelen, veel partijen schaffen het groeifonds, het Nationaal Groeifonds af, die ja, eigenlijk alleen op de korte termijn geld opleveren, omdat dat tijdelijk geld was. Dus dat is goed om te beseffen. Als je daarop nu bezuinigt, ja, dan levert dat op korte termijn geld op, maar op de langere termijn niet per se. Dat geldt voor meer maatregelen. Ook goed om te zeggen dat sommige maatregelen ertoe leiden dat er geld naar voren wordt gehaald, maar dat er op de langere termijn dan overheidsinkomsten mis worden gelopen. Dat geldt specifiek ook voor Volt, goed om dat toch even te benadrukken, want die schaffen eigenlijk de fiscale bevoordeling van pensioenpremies af. Hè. Dus die zijn nu aftrekbaar, die zijn dat straks in dat plan niet meer. Dat betekent dat je nu op korte termijn meer belasting binnenkrijgt, maar op langere termijn dat die pensioenuitkeringen niet belast zijn. Dus daar zit een verschuiving in de tijd. Dan de andere economische effecten. Ik heb hier niet het BBP laten zien, omdat de effecten daar, er zitten wel wat verschillen, maar die zijn misschien niet al te groot. Maar aardig om in te zoomen op werkgelegenheid, wat natuurlijk erg samenhangt ook met de ontwikkeling van het BBP. In het basispad zit een lichte stijging van de werkgelegenheid van 0,1% per jaar. Waarbij overigens de werkgelegenheid in de marktsector daalt met 0,2% per jaar. Dus goed om dat voor ogen te hebben. En ten opzichte van dat basispad doen bijna alle partijen er een schepje bovenop en zorgen dus voor extra werkgelegenheid. De getallen lijken niet spectaculair, 0,3% per jaar bijvoorbeeld, maar goed om te beseffen, 0,1% extra werkgelegenheid, dat zijn wel 40.000 banen, personen die aan het werk zijn. Dus in die zin zijn dit toch nog wel behoorlijke effecten en ook nog behoorlijke verschillen. En die verschillen worden nog wat groter, denk ik, als je kijkt waar dan die werkgelegenheid in zit. Dus we maken een onderscheid naar collectieve sector, overheid en zorg en daarnaast de marktsector. En dan zie je dat sommige partijen echt kiezen voor meer banen bij overheid en zorg. En dat dat bij andere partijen duidelijk minder het geval is. En daar zit werkgelegenheidstoename dan waarschijnlijk voor een groter deel, of niet waarschijnlijk, zit dan voor een groter deel in de marktsector. Dan naar de koopkracht. Alle partijen verbeteren de koopkracht. Er zat al een plusje in het basispad, of een behoorlijke plus zelfs, doordat de komende 4 jaar de lonen sterker stijgen dan de inflatie. Dus ja, er is een reële loonstijging. Nou, dat helpt al in de koopkracht. Maar ten opzichte daarvan doen veel partijen het nodige extra. Daar zijn natuurlijk ook weer verschillen in. En ik moet er ook altijd gelijk bij zetten. Koopkracht zegt niets over individuele situaties. Het is een statisch begrip waarin we eigenlijk gestileerde huishoudens vergelijken. Maar dit is het doorsnee koopkrachtbeeld voor Nederland. We hebben uiteraard ook nog uitsplitsingen. En ook goed om te realiseren dat er een forse spreiding zit rond dat beeld. Dat heeft te maken met echt wel een aantal grote stelselwijzigingen waar partijen voor kiezen.
De SGP bijvoorbeeld kiest voor echt een ander belastingstelsel, een splitsingstelsel, waardoor alleen verdieners er meer op vooruit gaan. Andere partijen schaffen de toeslagen af en komen met andere maatregelen die daarvoor in de plaats komen. En daardoor kan het heel erg van je huishoudsituatie afhangen, uiteraard ook van je inkomen, hoe de koopkracht zich uiteindelijk ontwikkelt. Dus je ziet bij sommige partijen, bijvoorbeeld bij het CDA, dat er een wat kleinere spreiding is in dat koopkrachtbeeld. Maar bij andere partijen is die spreiding veel groter. En dat heeft dan vooral te maken met eigenlijk de ingrijpendheid van de maatregelen die genomen worden. Ten slotte, armoede. Iets wat we in de jaarlijkse ramingen inmiddels voor 2 jaar nu ook laten zien. Voor de eerste keer nu ook bij de doorrekening van verkiezingsprogramma's. Goed om te beseffen, dit is geen mutatie, maar dit is een cijfer voor het eindjaar. Dus 6% van de bevolking zou dan in personen onder de armoedegrens leven. En je ziet dat bijna alle partijen ervoor zorgen dat die armoede daalt, juist door dat beleid gericht op ondersteuning van lagere inkomens. En bij sommigen is die daling echt heel erg fors, een halvering of zelfs meer dan dat. De kinderarmoede hebben we ook in beeld gebracht. Die daalt voor alle partijen, zij het ook met hele grote verschillen daarin in de mate daarvan. Daarmee kom ik aan het eind van mijn verhaal. Ik denk dat dit duidelijk maakt dat er de nodige verschillen zijn tussen partijen naast een aantal overeenkomsten. Dat we hiermee een wat duidelijker beeld hebben gekregen aan wat politieke plannen precies behelzen. Dit ging over de budgettaire kant en de economie. En we gaan hierna naar de leefomgevingskant. En daarvoor geef ik graag het woord aan mijn collega van het PBO, Marco Hekkert. Dank u wel. Ja, goedemorgen ook van mij. We gaan over naar de leefomgeving en kijken hoe verschillende partijen wat voor plannen ze daarop hebben ontwikkeld. Bij ons doen een paar partijen minder mee dan bij het Centraal Planbureau. Deelnemende partijen zijn VVD, D66, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie en Volt. En ik wil die partijen ook echt complimenteren over de transparantie die ze hebben laten zien. We hebben nu door onze analyse inzicht gekregen in de visies die ze hebben, maar ook in alle maatregelen die ze nemen om die visies vorm te geven en hoe het uiteindelijk uitpakt op verschillende dimensies van de leefomgeving. Dus dat geeft heel veel transparantie en ik denk dat dat voor de kiezer echt heel fijn is om dit te hebben. In tegenstelling tot het Centraal Planbureau hebben wij niet alleen gekeken naar de korte termijn, maar juist omdat verandering in de leefomgeving, waar ook vaak veel infrastructuur mee gemoeid is, waar hele grote veranderingen ook in wet en regelgeving, grote gedragsveranderingen nodig zijn, zie je ook vaak effecten op langere termijn. Dus wij hebben juist extra de blik ook op de lange termijn gericht om te kijken wat voor visies de verschillende partijen hebben en hoe maatregelen uiteindelijk ook doorwerken, juist op de periode na 2030. Dus ook 2040 is voor ons een heel belangrijk jaar in de analyses. We hebben veel van de kwantitatieve analyses hebben voor 2030 kunnen doen. En richting 2040 wordt het op een aantal dimensies meer kwalitatief. En voor mobiliteit en infrastructuur zijn we ook in staat geweest om daar kwantitatieve getallen te geven. We hebben gekeken naar 3 thema's. Liever hadden we nog meer gedaan, maar ook vanwege de timing was dat helaas niet mogelijk. Dus we hebben vooral gekeken naar mobiliteit en bereikbaarheid, landbouw en natuur en klimaat en energie. En ook nog een klein stukje grondstoffen, circulaire economie. Om te beginnen met mobiliteit en bereikbaarheid. Wat zien we daar? Nou, als je de verkiezingsprogramma's leest, dan lijkt het eigenlijk allemaal hetzelfde. Iedereen wil meer bereikbaarheid, iedereen wil betere betaalbaarheid en iedereen wil emissies verminderen. Dus, nou ja, so far so good. Maar als je dan een laagje dieper gaat kijken, dan zie je wel degelijk hele grote verschillen. Want er zijn eigenlijk een aantal hele grote keuzes die je kan maken op dit domein. Je kan kiezen om echt aanzienlijk meer te gaan investeren in asfalt, meer wegen of juist in openbaar vervoer. Het maakt heel erg uit waar je woningen bouwt. Doe je dat binnenstedelijk of juist buitenstedelijk?
In welke mate ga je nou inzetten op betalen naar gebruik, de kilometerheffing? Wil je dat en hoe hoog wordt die dan? En hoe kijk je aan tegen hoe wij reizen met het vliegtuig? Gaan we dat onbeperkt blijven doen of gaan we daarna juist verminderen? Nou, als we kijken hoe die partijen daar, welke maatregelen ze nemen, zien we echt grote verschillen. Dus hier zien we in dat het merendeel van de partijen heeft besloten om minder te investeren in het uitbreiden van wegen. VVD is hier de uitzondering. Bij sommige partijen echt fors minder. En daartegenover staat juist extra investeren in openbaar vervoer. En we zien daar ook dat de getallen echt een enorme spreiding hebben. Dus dat hier echt hele grote verschillen ontstaan in hoe Nederland op lange termijn eruit gaat zien. Partijen zijn heel consistent in de ruimtelijke ordening die daar eigenlijk bij hoort. Dus als je ervan uitgaat dat we veel met de auto blijven rijden, dan is buitenstedelijk wonen ook prima qua bereikbaarheid. Terwijl als je heel veel investeert in openbaar vervoer, dan is het prettiger om binnenstedelijk te bouwen. Of wel buitenstedelijk, maar dan juist rondom openbaar vervoerskernen. En je ziet eigenlijk dat partijen die combinatie allemaal heel consistent maken. Als je dan kijkt, hoe gaan we nou in de toekomst betalen voor de auto? Dus we krijgen steeds meer elektrificatie. Daardoor loopt de overheid heel veel belastinginkomsten mis op benzine en diesel. Dus nu betalen naar gebruik is eigenlijk een optie om dit te compenseren. En we zien eigenlijk dat voor alle partijen dit een belangrijke maatregel is. VVD heeft het nog niet specifiek ingevuld met een precies aantal centen per kilometer. En de andere partijen hebben daar wel openheid over gegeven. En ook daar zie je dat het behoorlijk uiteenloopt. Dus het hebben van een auto wordt goedkoper, maar op het moment dat je ermee gaat rijden, dan betaal je daar wat meer voor. En je ziet dan echt verschillen tussen de partijen. En ook ten aanzien van luchtvaart zien we grote verschillen in de mate waarin tickets duurder worden, in de mate waarin daar dingen worden genormeerd, switch wordt gemaakt naar biobrandstoffen en dergelijke. Nou, dit waren de maatregelen, maar dan, hoe pakt het uit? Als we kijken naar de reistijd op basis van, laten we eerst kijken naar de autokilometers, dan zien we bij VVD een hele kleine toename in het aantal kilometers dat we rijden in 2030. En bij de andere partijen zien we eigenlijk een afname van de autokilometers, waar Volt, want die hadden ook het hoogste bedrag voor betalen naar gebruik, de grootste terugname te zien is. Dit is voor 2030 en al deze effecten die nemen toe richting 2040. Dus je ziet dat het beleid wat nu in gang wordt gezet een steeds groter effect heeft naarmate we verder in de toekomst zitten. Nou, dit is hoe we gaan reizen met de auto. En je ziet dan gelijkertijd de spiegel daarvan met openbaar vervoer. Dus waar partijen minder zijn gaan investeren in auto-infrastructuur en meer in openbaar vervoerinfrastructuur zien we dat ook terug in de kilometers. En ook hier zie je echt grote verschillen in hoe Nederlanders in de toekomst gaan reizen als het aan deze partijen ligt. Het heeft ook nog een klein effect in hoeveel we gaan lopen en fietsen. Bij een aantal partijen eigenlijk nauwelijks, en sommige partijen gebeurt er nog wat. Maar kijk eventjes naar de luchtvaart ook. Hier zien we soms een kleine verandering ten opzichte van het basispad. Maar bij sommige partijen zie je echt enorme reducties in vliegtuigpassagiers in Nederland. Dus dit zijn echt hele grote verschillen tussen de partijen. Maar goed, dit is mobiliteit. Uiteindelijk gaat het over bereikbaarheid. Dus kan je komen waar je wil komen? Kan je naar je werk? Kan je naar familie? Dat soort dingen meer. Dus als we op die manier kijken, dan kan je zeggen van, nou, in welke mate neemt nou de reistijd, als je met de auto gaat, in welke mate neemt het nou toe of af? En dan zie je dus dat bij een aantal partijen de reistijd sterk verbetert. Dus een plusje hier is een verbetering van de reistijd. Nou, hoe komt dat? Omdat als het per kilometer duurder wordt, zullen minder mensen ver gaan reizen om naar hun werk te gaan. En dus wordt het minder druk op de wegen. Maar neem je nou ook de kosten die je moet betalen om te reizen, neem je dat ook mee? Dan zien we ook wat meer minnetjes ontstaan en dat betekent eigenlijk dat de bereikbaarheid verslechtert. Dus dat je meer moet betalen om ergens te komen. Dit zal ertoe leiden dat mensen dus andere keuzes gaan maken van waar ze werken ten opzichte waar ze wonen.
Dus hè, hier zien we ook echt grote verschillen in hoe we in de toekomst in Nederland gaan reizen en hoe onze mobiliteit eruit ziet. Nou, openbaar vervoer, ook hier weer de spiegel. Dus we zien in alle gevallen wordt het reizen met het openbaar vervoer beter als je zowel reistijd en kosten meeneemt. Bij alle politieke partijen is dit het geval, maar we zien wel echt grote verschillen in de mate waarin dit het geval is. Dus we hebben dit wat kwalitatiever aangegeven om toch die trends te laten zien. Nou, ook hier met fietsen zien we nog enige variatie. Dus dat is mobiliteit. Gaan we naar landbouw en natuur. Dat is natuurlijk een groot onderwerp met de stikstofcrisis die toch continu het nieuws haalt en zulke grote effecten heeft. Nou, alle partijen lijken ervan doordrongen dat er op dat thema echt iets moet veranderen. Dus iedereen wil weer natuur verbeteren, het verbeteren van dierenwelzijn, het verdienvermogen van de boer versterken en ook emissies verminderen. Dus ook hier lijkt het weer heel gelijksoortig, maar ik zal laten zien dat in de uitwerking de verschillen weer heel erg groot zijn. De grote keuzes op dit thema is eigenlijk van wat voor type landbouw hebben wij in Nederland in de toekomst. En wanneer willen we de stikstofdoelen halen? Op welke manier willen we de natuurdoelen gaan realiseren? En hoe streng gaan we zijn in termen van regelgeving voor het hele landbouwagglomeraat? Nou, als je kijkt naar wat de partijen voor ogen hebben voor het type landbouw in de toekomst, zien we grote verschillen. Dus waar de VVD zegt, techniek en innovatie is eigenlijk de manier om de Nederlandse landbouwsector goed de toekomst in te helpen, zet een andere partij meer in op kringlooplandbouw, gekoppeld aan innovatie. Terwijl bijvoorbeeld GroenLinks, PvdA en Volt veel meer inzetten op natuur-inclusieve en kleinschalige landbouw. Dus als je op die manier kijkt in de toekomst naar hoe het Nederlandse landschap eruit gaat zien, zien we heel erg grote verschillen. En ChristenUnie benadrukt ook het cultureel erfgoed, landschapsbeheer door boeren. Dus dat is weer een andere visie op landbouw. Kijk je naar stikstofdoelen, zijn er twee partijen die houden het bij de huidige wetgeving en drie partijen willen die wetgeving nog eens een keer 5 jaar naar voren halen. Hè, en zijn dus nog ambitieuzer op de korte termijn. Nou, natuurdoelen, dat is eigenlijk van welke natuur en hoeveel natuur komt erbij. Dus voor natuur is het heel belangrijk, het Natuurnetwerk Nederland, dus het set aan natuurgebieden die wij hebben. En dat natuurnetwerk is nog niet af. Dus alle partijen investeren om dit natuurnetwerk af te maken. Dus dat is echt een verbetering ten opzichte van de huidige situatie. Daarbovenop investeren nog een aantal andere partijen of hebben ze de ambitie om dat netwerk nog eens fors te laten toenemen. He, soms met 150.000 hectare erbij. Nou, dan moet u weten, provincie Utrecht is ongeveer 150.000 hectare. He. Dus het gaat hier om heel veel extra natuur. En kijk je naar de landbouwregelgeving, dan zie je ook dat sommige partijen daar niet al te strikter zijn en andere met vrij strenge normen komen waar een gemiddelde landbouwer aan moet gaan voldoen. Nou, hoe pakt dat uit in termen van maatregelen? Nou, als je kijkt naar de investeringen, zien we eigenlijk geen verschil. Dus alle partijen willen heel fors investeren in deze sector om de sector door de transitie heen te helpen. Dus het onderscheidend vermogen daarvan is nihil. Kijk je echter naar normstelling hoe streng partijen zijn, hè, waar de sector aan moet voldoen, zie je wel hele grote verschillen. Ik heb één voorbeeldje uitgehaald, dat gaat over het aantal koeien per hectare. Dus hoe minder koeien per hectare, hoe extensiever. Hè. En dan zie je dat de VVD dat wel belangrijk vindt, maar het nog niet specificeert. ChristenUnie blijft bij de huidige gemiddelde aantal koeien per hectare. Dat is nu 2,3 koeien per hectare of 23 koeien per 10 hectare. En die zien wel een kleine afname de toekomst in. En je ziet dat drie andere partijen gelijk inzetten op een stevige vermindering op dit terrein. En je ziet ook een aantal partijen stevig inzetten op heffingen, op ammoniakemissies of op andere emissies naar het milieu. Nou, wie gaat het dan betalen? Vier van de vijf partijen zetten eigenlijk in dat in de keten ook extra kosten komen
om die transitie van de landbouwsector ook te financieren. Hè. Dus andere partijen in de keten, waaronder de consument, gaat eigenlijk meebetalen voor deze verandering. Als je kijkt naar de investeringen in natuur, dan kunnen we eigenlijk onderscheid maken in groene natuur, zeg maar het uitbreiden van natuurgebieden, waar ik het net over had, over dat natuurnetwerk. Of je kan zeggen, binnen het agrarisch gebied, landbouwgronden, ook daar kunnen veranderingen plaatsvinden waardoor de natuur daar enorm toeneemt. En je ziet dat partijen hier hele grote verschillen in visies hebben in hoe je de natuur in Nederland kan verbeteren. Dus als ik er een paar uitlicht, kijk je bij D66 die zeggen we doen allebei een beetje. Kijk je naar Volt, die zetten daar nog meer middelen op in. En kijk je bijvoorbeeld naar ChristenUnie, die investeren minder in groene natuur, maar juist heel veel in verbetering van de natuurkwaliteit op landbouwgronden. Dus dit zijn allemaal smaken, zeg maar, hoe je daar kan komen. Nou, als je dan kijkt, wat zijn dan de effecten? Want daar gaat het uiteindelijk om natuurlijk. Als je kijkt naar de ammoniakemissies, dus dat is stikstof, dan zie je al dat in het basispad met huidig beleid er al een reductie optreedt ten opzichte van 2021. En je ziet eigenlijk dat alle partijen daar nog een schepje bovenop doen. Hè? Maar ja, de mate waarin dat plaatsvindt, zie je echt aanzienlijke verschillen tussen de partijen. Hè, waarin D66 en GroenLinks PvdA eigenlijk de grootste reducties realiseren. Maar het heeft ook gevolgen dan hoe dat hele landbouwsysteem eruit gaat zien. Dus kijk je even naar de omvang van de veestapel. En we hebben hier alleen even de melkkoeien eruit gelicht. In het rapport staat ook de intensieve veehouderij. Hè, dan zie je dat dat echt behoorlijke gevolgen heeft. Dus eigenlijk in alle scenario's krimpt de landbouwsector in termen van melkkoeien in Nederland, ook al in het basispad. Bij de VVD neemt de krimp nog iets toe, hè, maar je ziet bij sommige partijen gaat de krimp echt voorbij de 30%. Hè, dus dat is echt een aanzienlijk andere sector dan dat we vandaag de dag hebben. Nou, dit is het plaatje waar het uiteindelijk allemaal gaat, want hier doen we het voor. Dus neemt de kwaliteit van de natuur nou daadwerkelijk toe? Nou, dat wordt heel ingewikkeld uitgedrukt, namelijk zijn de condities in orde voor het duurzaam voorkomen van vogel- en habitatrichtlijnsoorten? De moeilijkste zin van mijn presentatie deze. Nou, en wat we zien is dat al in het basispad met allerlei maatregelen die op dit moment op stapel staan, dat het aantal soorten, het procent van het aantal soorten, eigenlijk al toeneemt. En je ziet bij alle partijen dat dat beter wordt. Dus dat is denk ik echt heel goed nieuws. Maar we zien wel dat bij sommige partijen de ambities echt veel hoger zijn. Dat het ook echt met alle maatregelen daadwerkelijk effect heeft. En onderaan zien we Volt, die eigenlijk met de combinatie van en stikstof aanpakken en groene natuur uitbreiden en natuur op landbouwgebieden uitbreiden, dat daarmee ruim 80% van de soorten goede condities hebben voor duurzaam voorkomen. Nou, dat zijn echt hele, hele grote sprongen ten opzichte van nu. En we zien eigenlijk ook dat het hele cluster, in dit geval cluster D66, GroenLinks, PvdA en ChristenUnie, dat er ook echt hele grote sprongen worden gemaakt. We moeten wel zeggen, dit is wel een megaklus om dit voor elkaar te krijgen. Echt alles moet uit de kast. Hè. De hele uitvoering hiervan zal echt superveel vragen van allerlei overheidsorganen. Dus ja, dit heeft echt heel veel om het hand om dit daadwerkelijk te realiseren. Het laatste onderwerp, klimaat en energie. De visies zien we dat heel erg in lijn is, ook weer met elkaar. Iedereen wil emissiereductie versnellen. Het grootste gedeelte van het klimaatpakket van Rutte 4 wordt overgenomen. Het klimaatfonds wordt ook overgenomen. En iedereen streeft naar klimaatneutrale elektriciteit in 2035. Toch, ook hier zien we verschillen tussen de partijen. De grote keuzes is, wat is je klimaatdoel voor 2040? Dus voor 2050 is er heel veel overeenstemming, maar wat wil je doen 10 jaar eerder? En wat doe je met fossiele brandstoffen? Blijven we die houden of gaan we dat uitfaceren? En tenslotte kerncentrales, ja of nee en hoeveel? Nou, het klimaatdoel voor 2040, zie je dat een
aantal partijen gaan naar klimaatneutraliteit in 2040. Ja, dit is echt super, super ambitieus. Een aantal partijen blijven vasthouden aan 2050 en hebben een klimaatdoel voor 2040 met min 85%, waarmee je die lijn naar 2050 kan doortrekken. Kijk je naar het uitfaseren van fossiele brandstoffen, dan zeg je sommige partijen, ja, dit is nodig en dat doen we in 2050. Anderen zijn daar nog iets ambitieuzer in. En de VVD zegt, nou, dat hoeft niet per se, hè, als je maar naar klimaatneutraliteit gaat. En dat kan je ook op andere manieren organiseren. Kijk je naar kerncentrales, zet de VVD in op 4, een aantal andere partijen op 2, alleen GroenLinks PvdA is dit geen optie. Nou, ik heb al laten zien dat er veel gebeurt op het gebied van landbouw en op het gebied van mobiliteit. Een groot cluster dan nog voor klimaat is de industrie. Hè? Dus, en hoe ga je om met industrie? Nou, we hebben hier kwalitatief aangegeven het hele pakket van maatregelen wat partijen inzetten om de industrie te bewegen tot grote emissiereducties. En dan zie je dat sommige partijen echt daar heel fors op inzetten, met veel maatregelen, strenge normstelling, en andere partijen heel veel minder. Tegenover die strenge maatregelen staan dan vaak wel weer subsidies om die bedrijven ook te helpen om die transitie te nemen. Nou, dit is dan uiteindelijk het plaatje waar het allemaal naartoe werkt. Hè. Dus we hebben de ambities gezien, we hebben de maatregelen en hoe pakt dat dan uit? We zien hier dat in 2022 we tegen de 160 megaton CO2-emissies hadden. En dat in het basispad 2030... we een substantiële reductie zien. Deze verticale lijn is de doelstelling. Hè, we hebben ons gecommitteerd in Parijs aan een 55% emissiereductie in 2030. In dit basispad ligt dat nog buiten bereik. Dus even voor de goede orde. Dat is het basispad voor de voorjaarsnota. Dus in de nieuwe CAF hebben we aangegeven dat die wel in zicht is. En we zien dat bijvoorbeeld de VVD heel veel van die maatregelen ook overneemt en uitvoert. En daarmee komt ook de 55% reductiedoelstelling in zicht voor deze partij. We zien dat de andere partijen daar echt nog een flinke schep bovenop doen. Hè. En dan is voor ChristenUnie hè, is het zeer waarschijnlijk, hè, aannemelijk dat die 55% wordt gehaald. En bij de andere partijen, ik moet zeggen, voor ChristenUnie moet ik het even goed zeggen, liggen op koers. Dus het is een beetje in het midden, 50-50. En voor de andere partijen is het zeer waarschijnlijk dat ze het halen. Je kan zelfs zeggen, voor de andere partijen liggen echt op koers om 60% te halen. Hè, dus dat is echt zeer ambitieus en denk ook heel mooi. Echter, hoe strenger je bent in Nederland, het gaat op zo'n korte termijn. Hè, het is een soort waterbed. Hoe harder je hier drukt, op een gegeven moment moeten andere partijen toch ook keuzes maken van gaan we door in Nederland met hier produceren. We hebben dat indicatief geprobeerd weer te geven met zogenoemde weglekeffecten. Of eigenlijk de emissiereductie die je realiseert door verplaatsingen. De gele stip geeft aan hoe groot dat ongeveer is voor de verschillende partijen. Dit is echt een indicatie, hè, want nou ja, je kan niet exact in de boardroom kijken van alle bedrijven. Maar het gaat echt om hele forse lastenverhoging. En onze inschatting is dat dat voor een aantal partijen onmogelijk is om dan productie in Nederland door te zetten. Goed, als je dan nog kijkt naar de lange termijn, zien we dat een aantal partijen heel goed hebben nagedacht over uitgebreide pakketten om de gebouwde omgeving te verduurzamen. Op korte termijn leidt dat nog niet tot enorme emissiereducties, maar dit is wel wat je nodig hebt voor de lange termijn. Dus daar zien we hier in plusjes aangegeven hoe goed de partijen daarmee bezig zijn. En hetzelfde geldt voor circulaire economie. Hoe efficiënter we omgaan met grondstoffen, hoe minder grondstoffen we hoeven te maken, hoe minder emissies we hebben naar zowel klimaat en ook grondstofafhankelijkheid. En ook daar zien we grote verschillen tussen de partijen. Wat weer heel erg gaat helpen ook om die langere termijn klimaatdoelstellingen binnen bereik te krijgen. Dit hebben we niet willen kwantificeren. Op deze manier proberen we jullie toch inzicht te geven om eigenlijk de tekst die we hebben gemaakt, waar heel veel van die dingen in genoemd staan, een beetje samen te vatten. Dus, nou, dit is mijn afsluitende slide. Er valt veel te kiezen
Als je kijkt in eerste opzicht naar de partijprogramma's, lijkt iedereen ongeveer hetzelfde te willen. Maar kijk je naar de maatregelen en de effecten, hè, dan zien we wel degelijk hele grote verschillen tussen de partijen. Die effecten worden steeds groter en zichtbaarder, hè, naarmate je verder in de tijd zit. Hier wou ik het bij laten. Dank jullie wel. Dankjewel Marco en dank aan beide directeuren. We gaan nu door naar de vragenronde. En daarvoor wil ik ook vragen de experts van beide planbureaus plaats te nemen achter de tafel. We hebben hier Iris van Tilburg, Diederik Cocu, Ton Dassen en Dick van Dam. PBL aan die kant en CPB aan deze kant. En als u een vraag heeft, steek even uw hand op. Dan komt er een microfoon naar u toe. En heel graag even de naam, medium en welk planbureau u wilt bevragen. En één vraag per persoon om te beginnen. En dan heb ik hier meteen op de eerste rij een vraag. Oh, je houdt het microfoon. Oké. Yvonne Hofs van de Volkskrant. Een vraag aan beide heren. Als ik het geheel overzie, dan krijg ik toch een beetje een gratis biergevoel. Want je ziet bijna alle indicatoren verbeteren op alle fronten ten opzichte van het basispad. Terwijl, dan vraag ik me af, waar zitten nou de kosten? De enige kosten die ik gezien heb zijn lastenverzwaringen bij 5 van de 8 partijen. Maar de rest is allemaal plus, plus, plus. Dus een verbetering ten opzichte van het basispad. En dan denk ik, hoe kan dat nou? Ik als eerste. Dat zou je kunnen zeggen. Ik heb er wel bij gezegd, een deel van die kosten komt ook later. Hè. Dus het kan bijvoorbeeld zijn dat je nu, ik gaf het voorbeeld van een partij, hè, die het pensioenstelsel aanpaste, maar er zijn ook maatregelen. Bijvoorbeeld als je het gaat om het bevorderen van werkgelegenheid, is het relatief eenvoudig om de komende jaren iets extra's doen, zeker als het gaat om overheidsbanen. Voor een deel gaat dat wel leiden tot substitutie, hè, waardoor arbeidsmarktkrapte weer toeneemt. Waarbij op den duur dan bijvoorbeeld verdringing plaatsvindt, waardoor dat ook weer ten koste kan gaan voor een stukje economische groei op lange termijn. Hetzelfde geldt voor arbeidsaanbod. Hè. We zeggen daar wel iets kwalitatiefs over. Maatregelen kunnen op korte termijn de arbeidsvraag stimuleren, maar, en dat zie je dan vaak pas op langere termijn terug, leiden tot een lager arbeidsaanbod. Ik denk dat dat ook voor de meeste partijen in onze doorrekening geldt. En daar zeggen we wel iets over, maar stond niet allemaal in de grafiekjes die ik net heb laten zien. Marco? Ja, voor de leefomgevingsvraagstuk is het eigenlijk zo dat je ziet dat er echt keuzes worden gemaakt. Het wordt bezuinigd. Hè? Er wordt minder geïnvesteerd in wegen, meer in spoor. Hè? Dus daar zitten dat soort trade-offs. We gaan meer betalen voor bepaalde dingen. Hè? Dus ik had al gezegd, in de keten wordt betaald of je betaalt extra per kilometer. Hè? Dus de vervuiler betaalt. Hè? Eigenlijk op zo'n manier worden dat soort effecten bereikt. En het andere is via regelgeving en normstelling. Hè? Dus we zijn strenger dat bepaalde dingen niet meer mogen. En dan zie je het niet terug in het kostenplaatje, maar wel degelijk in de effecten. Dus niet alles hoeft via geld te lopen. Sorry, we beginnen eerst even met de volgende vraag, als er nog tijd is. Ja, daar, Financieel Dagblad. Ja, dankjewel. Door de Financieel Dagblad. En een vraag aan Pieter Hazekamp. Dit keer is er geen doorbreking gemaakt voor de lange termijn. Bij de vorige edities was vaak de conclusie als partijen veel deden op het gebied van bijvoorbeeld de hoge uitkeringen of hoge bedrijfsbelastingen. Dan zou dat ten koste gaan van bijvoorbeeld de groei op lange termijn. Kunt u daar dit keer ook toch iets over zeggen, gegeven het feit dat juist veel partijen precies daarop inzetten? Ja, en zeker nog, daar hebben we ook iets over gezegd in hoofdstuk 1 van het rapport. Dus nogmaals, we hebben daar niet harde cijfers gepresenteerd en echt aan gerekend. Maar we kunnen wel effecten duiden en precies zoals u zegt, dit soort effecten zie je bij veel partijen. Er zijn natuurlijk verschillen tussen partijen, maar
Inderdaad, er zit natuurlijk vaak een afruil tussen bijvoorbeeld meer financiële middelen naar lagere inkomens en hogere belastingen als gevolg daarvan. En economische groei dan wel arbeidsaanbod op langere termijn. Daar zitten afruilen en die hebben we kwalitatief benoemd. Oké, dankjewel. Andere vragen? Oh, ik zie daar Jacqueline, achter jou. Hoi, Nienke de Soete, Nieuwsuur voor het CPB. Het PBL waarschuwt eigenlijk van, dan moet, om deze doelen te halen bij sommige partijen, moet het alles wel meezitten in de uitvoering. In hoeverre hebben jullie meegewogen of het uitvoerbaar is? Omdat er bij de Belastingdienst natuurlijk toch vrij weinig mogelijk is. Ja, in zekere zin zou je kunnen zeggen, wij doen een gestileerde doorrekening. Hè. Dus we hebben wel gekeken of dingen volstrekt onuitvoerbaar zijn. Daar hebben we ook informatie voor opgehaald bij de Belastingdienst en andere uitvoeringsorganisaties. Hetzelfde geldt voor juridische haalbaarheid. Maar we zeggen nadrukkelijk, en we lichten dat ook toe in het stuk, ja, we hebben niet voor het totaal aan de maatregelen bekeken of dat in een komende kabinetsperiode haalbaar is. En ik denk inderdaad dat in een aantal gevallen dat een enorme uitdaging zal worden gegeven de omvang van de maatregelen die worden voorgesteld. Overigens hoeft dat niet erg te zijn. Hè? Je kan ook beleid in gang willen zetten wat dan misschien niet in 2028, maar ook bijvoorbeeld in 2030 of zelfs 2032 tot resultaten leidt. Maar het is goed om te beseffen dat we daar inderdaad niet in de optelsom naar hebben gekeken. Dankjewel. Andere vraag. Daarachter. Wacht heel eventjes nog. Joost Beeknam van BNVARA. Er is wat kritiek geuit natuurlijk eerder door een van de grote partijen die nu het programma niet heeft laten doorrekenen. Door Pieter Omtzigt natuurlijk. Een aantal andere partijen hebben dat ook niet laten doen. Hoe kijkt u naar die kritiek? En vindt u het jammer dat zij uiteindelijk hun programma niet hebben laten doorrekenen? Ja, willen jullie er allebei even op reageren? Voor de heer Haaskamp. Misschien goed als we allebei reageren, maar ik wil wel beginnen. Ja, in zekere zin is die kritiek natuurlijk van alle tijden. Ik heb nog even teruggekeken van hoe was het de vorige editie. De vorige heb ik zelf meegemaakt, maar de traditie gaat natuurlijk terug tot 1986. En eigenlijk is er altijd discussie over hoe goed zijn die modellen nou, wat is de waarde hiervan. En ik denk dat het ook goed is dat die kritiek er is. Hè. Dus ik heb zelf ook gezegd, dit is, je moet die uitkomsten niet verabsoluteren. Tegelijkertijd denk ik dat het nog steeds een belangrijke middel is om voorstellen concreet te maken en ook vergelijkbaar te maken. En in die zin vind ik het wel enigszins jammer dat niet iedereen zich bij ons heeft gemeld. Hebben we natuurlijk altijd een aantal partijen gehad die om principiële redenen niet meedeed. En dit keer speelden ook gewoon de korte termijnen een rol. De partij van Pieter Omtzigt was nog niet opgericht toen ons proces van start ging. Dus daar heb ik ook alle begrip voor. Maar voor de kiezer en voor u als media denk ik dat er ook wel enige informatie... dat het beter is als er nog meer partijen zouden meedoen. En vanuit PBL nog iets toe te voegen over de modellering? Nog een keer? Wil je vanuit PBL nog iets toevoegen hieraan? Ja, dus ik complimenteerde de partij al aan het begin. Hè. Het is heel goed voor de transparantie dat je dit laat doen. Hè. Dus het laat echt zien van wat zijn je ambities en je visies? Welke maatregelen neem je? Past dat erbij? En wij proberen zo goed mogelijk in te schatten of met al die maatregelen die je neemt, of je ook richting je ambities uitkomt. Probeer dat maar eens op een andere manier aan de kiezer te vertellen dan dat wij hebben dus met 45 man hebben we dat allemaal zitten doorrekenen en zitten analyseren. Ja, ik denk dat dat een cadeau is, hè, dat je dat in Nederland zo kan doen. Dus ja, ik zou dat zelf altijd aannemen. Ja. Wij van WC Eend. Volkskrant, Marieke. Van NRC. Marieke Stellinga. Pardon. Ja, we zitten wel naast elkaar, maar we zijn niet hetzelfde. Ik heb een vraag voor meneer Hekkert. U noemde een aantal keer in uw presentatie dat partijen zeer, zeer ambitieus zijn. Sommige partijen in hun maatregelen, GroenLinks, PvdA, Volt, D66.
En toch constateert u dat zij hun doel om in 2040 klimaatneutraal te zijn niet halen met de maatregelen die ze bij u hebben ingeleverd. Dat levert de vraag op, is dat überhaupt haalbaar? Dat hebben wij niet gezegd, toch? Is hij aan? Ja. Ja, hij is aan. Dat het onwaarschijnlijk is. Ja, het is onwaarschijnlijk met de plannen die zij hebben ingeleverd. Dat hebben we gezegd. En dat komt met name doordat er een aantal sectoren zijn waarbij de snelheid heel erg lastig is om te verhogen. En dat zijn bijvoorbeeld de gebouwde omgeving. Het gaat om ontzettend veel mensen en bedrijven die allemaal individueel actie moeten ondernemen om hun huis te verduurzamen. En dat geldt ook bijvoorbeeld in de mobiliteit. Waar ook ontzettend veel partijen, iedereen eigenlijk die een voertuig bezit, moet actie ondernemen. Heb je ook nog de internationale component. Andere landen, als die niet op hetzelfde tempo meegaan, dan heeft dat ook weer allemaal gevolgen als je als land alleen dat anders gaat doen. Dus je hebt niet alles in eigen hand. Dus daarom zeggen we ook niet dat het überhaupt niet haalbaar is. Maar met de maatregelen die er zijn. Trouwens een sector die ik niet genoemd heb is landbouw. Waar natuurlijk ook heel veel speelt. Dat is bekend. En ook heel veel emissies zijn die niet met technische maatregelen te vermijden zijn. Dus al met al zeggen we niet dat het niet haalbaar is. Maar wel dat het met de maatregelen die zijn ingeleverd. Dat het onwaarschijnlijk is. Dankjewel. Een volgende vraag. Ik zie daar. En dan daar middenachter. Ja. Leon Brandsema van de Telegraaf. Even voortbordurend op wat mijn buurvrouw zei over die uitvoerbaarheid. Valt er wel iets te zeggen of daar een mate van uitvoerbaarheid is dan wel verspreid over de partijen of plannen wel of niet uitvoerbaar zijn? Dan wel of het bijvoorbeeld in het uitdelen dan wel ophalen van geld bepaalde plannen meer of minder uitvoerbaar zijn? En aan wie is je vraag? Ik denk aan CPB. Ja, af en toe denk ik dat we wel iets specifieker zijn over mogelijke uitvoerbaarheid en overigens ook mogelijke juridische problemen. Ik kijk even naar de collega's. Ja, op maatregelniveau geven we soms echt aan van, hier zijn echt grote uitvoeringstechnische risico's of juridische risico's afhankelijk van de vormgeving. We hebben niet dat op pakketniveau echt opgeteld en daar een oordeel over gegeven. In de algemene zin kun je natuurlijk zeggen, als je voor een grote stelselwijziging kiest, zal dat lastiger zijn dan als je meer aan bestaande knoppen draait. Maar we weten dat ook het draaien aan bestaande knoppen soms best nog uitdagend kan zijn. Dankjewel. Daar middenachter was een vraag. Ja, Lydia van Rooijen voor Boerderij. Ik had een vraagje aan het PBL. Jullie hebben het over de ammoniakemissie in 2030. Op basis van de ambitie van het ministerie. Nu is dat op basis van het coalitieakkoord. Kunnen jullie ook iets zeggen over de haalbaarheid van 2035? Met datzelfde doel, de halvering van de ammoniakuitstoot. Ik geef die even door aan onze projectleider. Nou, 2035 hebben we aan zich niet bekeken. We hebben voor alle thema's de pijljaren 2030-2040 aangehouden. Maar ik denk dat de boodschap is dat ammoniakreductie tot op zekere hoogte lukt. Maar we hebben bijvoorbeeld niet aangegeven of dat ook leidt tot die doelstelling van die 74% onder de kritische depositiewaarde. Daarvoor moet je veel specifieker weten in welk gebied er precies wat gebeurt. Marco heeft laten zien dat er verschillen zijn tussen partijen. En ook een belangrijke gegeven daarbij is dat de partij die zowel op techniek inzet als op normering, dat die het meeste bereikt op het gebied van stikstof. Dankjewel. Vraag voor Energea. Daar midden. Zal ik hem pakken? Nee. Ja, ik vraag voor het PBL. Ik las dat de partijen allemaal een tussentijdse analyse hebben voorgelegd gekregen. En dat ze daarop hun maatregelen konden aanpassen. Dan was ik benieuwd, hebben partijen dat gedaan ook? En zo ja, welke? Dit is echt het werk van Tom geweest. Dus...
Ja, we hebben dat gedaan natuurlijk omdat het in een tijd viel dat partijen met vakantie waren. Zeg maar, er waren nog geen verkiezingsprogramma's, het moest allemaal heel snel. Dus ze konden niet putten uit de verkiezingsprogramma's. Ze hebben de eerste keer inderdaad een heel pakket maatregelen aangeleverd. Daar hebben we toen een eerste analyse op gedaan. Het gaf een beeld. En de partij hadden toen inderdaad de mogelijkheid om op basis van dat beeld aanpassingen te doen. Uw vraag gaat over, is dat gebeurd? Ja. Niet heel massaal, moet ik zeggen. Partijen leveren lange lijsten maatregelen in. Die kunt u ook nakijken in de partijrapporten die we publiceren. Ik ga geen uitspraken doen wat ze precies veranderd hebben op maatregelenniveau, maar er wordt zeker gebruik gemaakt van die mogelijkheid. Dankjewel. Is er nog een vraag? Anders komt jij daar midden en dan krijgt... we zijn ook een beetje aan de tijd, maar... Ja. Ja, nog een vraagje voor meneer Hekkert. Misschien een technisch vraagje over de auto versus OV-kilometers. U had op een gegeven moment een staatje waarin de vermindering van de autokilometers werd ongeveer gecompenseerd door de OV-kilometers met hetzelfde percentage. Maar ik meen me te herinneren dat in de uitgangssituatie, dus de huidige situatie, dat er ongeveer 4 of 5 keer zoveel autokilometers zijn als OV-kilometers. Dus volgens mij klopt het sommetje dan niet. Of er gebeurt iets. Dus leg mij uit wat er gebeurt. Nee, dat klopt. Dus het ziet er symmetrisch uit als je de percentages neemt. Maar u heeft gelijk, hè? Autokilometers 5 keer zoveel als OV-kilometers. Dus als ze allebei met dezelfde amplitude afwijken, dan leidt het tot stevige reductie in mobiliteit in totaal. Dan gaan mensen voor bepaalde dingen minder reizen. Zeg ik dat goed, Tom? Ja. En verdere detailvragen kunnen ook na afloop nog worden gesteld aan de experts. We hebben ook nog een mobiliteitsexpert in de zaal, dus dat kunnen we na afloop nog even doen. Ja. Even kijken, ik had hiervoor zag ik ook nog een vinger, maar Yvonne, als jij nog je vraag wil stellen. Ja, ik had een vervolgvraag op mijn eerdere vraag over die kosten. Het waren dus vooral lastenverzwaringen die ik als kosten terugzag in de berekeningen. Maar die lastenverzwaringen op klimaat, bijvoorbeeld dus op het rekeningrijden, die zitten daar eigenlijk niet in, hè? Die komen dan, als ik het goed begrijp, eigenlijk niet naar voren in de cijfers, omdat je nergens hebt berekend hoeveel huishoudens nou meer gaan betalen aan de kilometerbeprijzing bijvoorbeeld, of andere milieuheffingen die dus die goede resultaten op klimaat- en milieugebied veroorzaken. En dus ik mist, klopt het dat er daar wat dat betreft iets mist en dat er dus eigenlijk meer lastenverzwaring is dan in jullie berekeningen nu echt expliciet wordt gemaakt? Waar is aan het CPB? Nou ja, ik kan beantwoorden. Ja. Verschillende partijen hebben bij ons ook een kilometerheffing ingeleverd. En daar hebben we ook aan gerekend. Dus daar hebben we ook zowel de opbrengst als de kosten van in kaart gebracht. Per saldo doet dat vaak niet heel veel, omdat partijen tegelijkertijd bijvoorbeeld de motorrijtuigenbelasting afschaffen. En dan een kilometerheffing invoeren. En die twee vallen ongeveer tegen elkaar weg, afhankelijk van de precieze vormgeving waar partijen voor kiezen. Dus dat is nee. Alle lastenverzwaringen zitten gewoon in jullie berekening. We hebben alle lastenverzwaringen die op dit gebied zijn aangegeven hebben meegenomen, ja. Ja, ik denk dat verdere vragen kunnen na afloop worden gesteld. Want we hebben nog tot 12 uur de tijd voor 1-op-1 vervolginterviews. En u kunt dat regelen ofwel bij collega van het CPB Jeannette, of bij mij of Mieke Berkes, de PBL-woordvoerder achterin. Heel erg bedankt voor uw aanwezigheid en de bijeenkomst is hiermee afgesloten. En vanaf ongeveer 12 uur staan de deelnemende politieke partijen in deze zaal ook de pers te woord met hun eigen reactie op de analyses. Ook dat wordt live gestreamd. Dus om ongeveer 12 uur gaat de livestream weer verder.